MVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door MVV Maastricht, Veerzien MVV, RTV Maastricht en Keno Media. Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering MVV TV. Vandaag gaan we bijpraten met een van de creatieve middenvelders van MVV, Joshua Holtby. Ik ontmoet hem hier bij de Rebel. Hey Joshua. Hey. Telefoon weg. Heel goed, John. Hoi. Hoe is het? Goed, dankjewel. Ja? Ja, wij dachten bij MVV TV, wij gaan eens bijpraten met Joshua Holtby. Want wij hebben het gevoel, je zit goed in je vel op dit moment. Is het ook zo? Ja, ik voel me goed. Spelen is altijd goed, is altijd mooi en ik geniet ervan. Ja, maar moet je hebben een tijdje je basisplaats niet gehad, hè? Dat is ook altijd een moeilijke tijd dan, maar nu ben ik blij dat ik weer in de basis sta en wat nu zal komen, dat komt. Hè. Ja, precies. Ik stel voor dat we naar binnen gaan, want het is koud. Ja, hè? Vind ik goed. Gaan we daarbij praten. Is het, ben jij een gelovige jongen? Ja, ben ik wel. Ik heb een tattoo. Ja. Van Jezus. Echt waar, ja. En ik heb ook hier een kruis, zeg ik kruis, hè. Mm-hmm. En ik ben een gelovig mens en vind ik mooi. Dus dat geeft me nog een beetje extra kracht. Mm-hmm. Ja, want wat doe je verder? Praktiseer je het ook? Is het ook iets waar je naar de kerk gaat bijvoorbeeld? Nee, ik ga niet naar de kerk. Maar ik vind als je aan God wilt geloven, dan moet je niet naar de kerk gaan. En dat kan je zo voor jezelf doen. Mm-hmm. Of natuurlijk, je kan alles doen wat je wilt. Aan God geloven is volgens mij het belangrijkste dan als je het wilt doen. En ik kan me die goal tegen Dordrecht herinneren van jou, dat je ook naar boven wijst, hè? Ja, tuurlijk. Was op de eerste manier natuurlijk naar God. Maar in een andere manier was het mijn tante, die is een paar dagen daarvoor overleden. Okay. En was een beetje iets van allebei op deze moment. Ja. Hey, even over die goal gesproken. Je hebt er tegen Dordrecht een hele mooie ingeschoten. Ben je daar ook echt naar op zoek, naar dat doelpunt? Als het een vrije trap is aan de zijkant, dan zei Vladan, ons keeperstrainer, zei altijd gooi die zo in of schiet die zo dat die ook in de tweede paal kan ingaan. Mm-hmm. En die was een beetje te hoog, om eerlijk te zijn, was die te hoog. Eigenlijk wil ik dat iemand die bal gaat koppen, uh-huh. Maar op deze moment was die te hoog, maar goed te hoog en daarom scoorde ik die goal zo. Ja, precies, precies. Ja, we hadden het er net buiten even over, je was je basisplek kwijt, hè? Heb je ooit een reden gekregen waarom dat was? Heb ik wel, zijn dingen die we in het team bespreken, die we met de trainer bespreken. En ik zou misschien, wat ik kan zeggen is dat ik op deze moment misschien niet te 100% erbij was. Mm. Ik was niet bij mijn eigen 100%. Ja. En daar heeft de trainer gezegd, daar moet je weer terugkomen en voor je plek vechten. En dit heb ik gedaan. Misschien was het ook een beetje toeval dat ik tegen Cambuur ging spelen. Omdat we hadden geblesseerde spelers. Ja. Spelers op met Curaçao, met die Martinez. Mm-hmm. Die zijn allebei weg geweest. En misschien was het toeval, maar ik heb die toeval dan gepakt voor mij. En vanaf dit moment sta ik nu in de basis. Mm. Ik denk dat oprecht dat jij wel een van de populairere spelers onder de supporters bent. Je bent iemand die altijd vooruit voetbalt, een creatieve impuls geeft aan de ploeg. Merk je dat zelf ook? Merk ik wel. Ik was na de Excelsior-wedstrijd was ik in het supporterscafé en heb met vele supporters was ik aan het praten. En het was alles alleen positief, wat mij bedoelt en wat over mij was. En dat geeft mij een echt goede gevoel. En daar voel ik me echt nog meer welkom dan het zo of zo is. Mm-hmm. Is het daarom dat je je ook, tenminste het idee heb ik, dat je je ook op je plek voelt bij MVV? Tuurlijk. Zoals ik het laatste seizoen heb gezegd, als ik nieuw was, gelijk vanaf de eerste momenten voel ik me echt goed hier. Wat is dat dan? Wat, wat, wat,
wat brengt dat gevoel dan naar jou? Ja, op eerste manier is het team. Hmm. En dan natuurlijk de supporters. Ik ga veel met supporters praten. Ik vind het echt belangrijk. Omdat supporters zijn bijna het, of niet bijna, zijn het belangrijkste in voetbal. Zonder supporters is deze sport niet zo mooi. En daarom. Het was alles. Het was de club, die supporters, de team of het team. En alles samen was echt perfect dan. En is nog steeds perfect. Ja, je zegt supporters, het team. Er is natuurlijk de voorbije weken veel kritiek geweest, hè, vanuit supporters. Ook richting de coach bijvoorbeeld. Maar ik ben zo benieuwd, hoe wordt dat in de groep dan opgenomen? Want ik heb het idee dat het in de groep wel goed zit met de technische staf en de spelers. Mm. Ja, het zit goed. We zijn echt één team, hoe je het wilt zeggen. En tuurlijk, we zien en we horen wat er gebeurt. En, Maar zeg je het ook soms tegen supporters, van wat jullie denken of wat jullie daar zeggen? Ik vind, supporters zijn supporters. En als ze een mening hebben, dan mogen ze zijn mening ook zeggen. En tuurlijk was die nu... Voor de trainer en voor de staf was hij niet goed, maar wij, zoals ik het al heb gezegd, wij gaan door als een team met de technische staf, met iedereen, met de spelers, met wie er nog bij zit. En we blijven geconcentreerd op onze taken. Ja. En jou persoonlijk? Heb je voor je persoonlijk een ambitie voor dit seizoen? Zoveel goals wil ik maken of zoveel assists wil ik geven? Ik heb voor de seizoen een beetje was een beetje zo'n grapje. Ja. En daar heb ik gezegd van 10 goals, dat is mooi voor mij als een 10. En dat blijft nog steeds zo. Mm-hmm. Voor mij is het, ook als je niet scoort of geen assist geeft, winnen is belangrijker dan mijn eigen doelstelling. Mm-hmm. En als het gebeurt is goed, maar als niet en wij gaan winnen, dan maakt het ook niet uit. Oké. Okay. Ja, Joshua, we zitten hier bij Rebel en dat is geen toeval, want komende zondag is hier, en dan richt ik me even op de supporters thuis, tussen 12 en 3 is hier de fandag. En dan kunnen jullie op de foto met de spelers, handtekeningen en natuurlijk in gesprek met de spelers. Hè. Heb je er zin in, Joshua? Ja, tuurlijk. Altijd. Ja, kun je lekker in gesprek met de supporters, hè? Ja, vind ik mooi. Ja, vind je mooi. Heel goed, heel goed. Nou, Joshua heeft er zin in. Ik hoop je thuis ook, dus van 12 tot 3 komende zondag. En ik nodig jullie natuurlijk ook uit om te kijken naar de volgende aflevering MVV TV komende dinsdag om 7 uur. Tot dan! MVV TV werd mede mogelijk gemaakt door MVV Maastricht, VZ MVV, RTV Maastricht en Keno Media.